Welkom, dit is kostprijsberekening deel 3 en dan ga ik even uitleggen de laatste stuk over de Excel sheet. Zoals jullie zien hebben we hier de layout flink verbeterd qua gebruiksbeleving. Wat je moet altijd proberen, accentueren de belangrijke gegevens en de minder belangrijke gegevens een beetje subtiel houden. Dan heb je meer overzicht en minder veel enge cijfers. Ja, hier zijn de kosten van de onderdelen. Dit hebben we al afgelopen les een beetje op gang gezet. Wat we kunnen om even te checken of die stuk van de tabel goed werkt, is om te selecteren hier die stuk en met de autosom. Als ik opzom die getallen hier, dan moeten we dezelfde getallen krijgen wat hier wordt berekend en dat is hetzelfde, dus die stuk werkt prima, ja. En wat heel erg mooi is, dat kan ik de totaalprijs per onderdeel aflezen en dan kan ook aflezen de totale kosten per materiaal of alle materiaalkosten, alle bewerkingen en zo verder, alle gereedschap. Hier is een stukje over assemblage, daar wordt berekend de kosten van de assemblage. Hier gaan we uit van een uurtarief en een assemblagetijd. Als je de twee met elkaar gaat vermenigvuldigen, dan heb jij de totale assemblagekosten. Volgende verpakkingen, het is hetzelfde zoals assemblage, alleen je hebt eventueel wat verpakkingsmateriaal bij. Productontwikkeling, nou hier moet je uitgaan van de tijd wat jij hebt besteden aan de ontwikkeling van het product. Meestal ontwerpbureaus werken minimaal met een uurtarief van 75 euro per uur. En als je neemt hoeveel uren jij besteedt in deze semester, dan kom je op een mooi bedrag van 25.000 euro uit. Ja, dan leggen we nog wat centjes aan de prototyping en totaal wordt het 38.200 in ons geval. Ja, nou als we dit gaan delen met de seriegrootte, dan krijg je wat het kost per product. Nou, volgende stukje over de prijssamenstelling van het product. Dan kan je uitgaan van de totaalproductiekosten van het product. En dan hier gaan we kijken, dit is dan niet anders dan de kosten van onderdelen, plus assemblage, verpakking en de kosten van de productontwikkeling. Ja? Nou, we rekenen hier met overheadfactor 0,1. Dat betekent dat 10% extra rekenen we voor dingen die we niet zo goed kunnen categoriseren. Die zijn kosten wat je gewoon berekent als veiligheidsfactor eigenlijk. Voor de zekerheid, iets meer. Dan komt de volgende cel, hier is de verkoopprijs, dat wordt bepaald door de markt eigenlijk. Ze willen 500 euro betalen voor twee van die reelingen, zo'n setje. Nou, dan moeten we berekenen hoeveel de netto prijs is zonder BTW, want de grootste aandeelhouder is altijd de Nederlandse staat en hij heeft 21% winst op alles wat er wordt verhandeld. Goed, nou, dat betekent dat je hebt een bepaalde prijs en dan neem je 1 keer plus 0,21 keer, dan heb je de 500 euro. Dus als we dat omkeren, dat betekent als we delen de inclusief btw prijs met 1 plus 0,21, dan krijgen we het bedrag ex btw. Ja, hier kunnen we nog om te checken even. Kijk, en hoeveel is dan de BTW? Nou, dat is 0,21 keer de verkoopprijs. Dit is niet een goed getal hier. Hier moet die 6 staan. Ja. En als we dit opzommen, dan moeten we inderdaad 500 euro de inclusief BTW-prijs krijgen. Dus dit is de controle. Goed. Nou, als we gaan berekenen hoeveel is als we van de totale verkoopprijs ex BTW de totaal productiekosten aftrekken, dan krijgen we het winst per product. Volgende stuk gaat over investeringen, ja, dus dit is per product hoeveel winst ik maak en hoeveel het product kost en wat de verkoopprijzen zijn en hier gaat het voor de hele serie, ja.
Nou, eerst heb je vaste investeringen. Die moet je betalen voordat je een enkele stuk hebt geproduceerd of verkocht. Dan moet je denken aan ontwikkelkosten en gereedschappen in ons geval. Eventueel kunnen nog andere kosten bijkomen, maar daar houden we nu even niet rekening mee om het simpel te houden. Nou, het is hier weer een subtotaal van 21.200. Dan hebben we hier variabele investeringen, dat zijn de kosten van het maken van een serie. En dat afhankelijk van wat de serie groot is, als ik hier bijvoorbeeld 200 maak, dan heb ik 10.500 euro. Als ik bijvoorbeeld 400 zou maken, dan moet de prijs ongeveer veel dubbelen. En dat zie je ook dat het gebeurt, de vaste investeringen blijven gelijk. Goed, dan gaan we hier een winstberekening maken. Dan gaan we uit van de totale investeringen. En dit zijn dan de vaste en variabele investeringen bij elkaar opgeteld. Hetzelfde overheidsfactor nemen we over van 0,1. Dat rekenen we daar bovenop. En dan dit zijn onze alle investeringen. Nou, als we gaan uit van de totale netto omzet, dit is dan niet anders dan de verkoopprijs ex BTW keer de seriegrootte. Dus alles wat in onze kas binnenkomt na het betalen van de belasting. En gaan we dan aftrekken daarvan die totale investeringen, dan krijgen we over onze totale netto winst. En dat is in ons geval 85.700 euro. 42. Nou, bij een seriegrootte van 400 is het niet zo slecht. Nou, hier kunnen we ook nog een controle uitvoeren. Dus als we gaan de winst berekenen door alle omzet, min alle investeringen, dat moet gelijk zijn. Als we gaan gewoon uit van de winst per product, dat nemen we keer de seriegrootte. Klikken. En klaar. Ja. En dit is niet goed gegaan. Want niet plus, maar keer. Dan zien we dat we hebben hier hetzelfde bedrag. En dit is het bewijs dat de laatste stuk klopt helemaal. Het is hetzelfde. Of het is. Ja, je moet hetzelfde. Dan moet je daarvan zo kunnen berekenen. Ja, nou, dat was deel 3. En als je dat zo bij elkaar hebt, dan ben je klaar met de berekeningssheet. En je bent ook zeker dat het goed werkt. Wat kan je hierna doen? Is dat voor ons belangrijk is om te weten wat is het risico van de opdrachtgever. Hoeveel geld moet je investeren en hoeveel moet je minimaal produceren om zeker geen verlies te draaien. Als ik 100 stuks zou maken van ons product, dan hebben we nog min 20.000 euro, 20.800 zoveel euro winst, kortom verlies. Maar we willen weten welke seriegrootte gaat het over van negatief naar positief, dus wanneer het nul wordt eigenlijk. En daarvoor heb ik een goede tool van Excel. Dan ga je naar data of gegevens en als het Engels what if voor wat als berekening. En dan gaan we naar goal seeking of doel zoeken in het Nederlands en klikken we hier op set cell. Ik wil de min 20.837, dus de netto winst, instellen op 0 euro door het proberen van het wijzigen van de cel. Seriegrootte. En als ik op OK klik, dan gaat hij weer even rekenen. En het resultaat is 158 stuks. Als je zoveel produceert, dan heb ik 0 euro winst. Dus dit is de minimaal aantallen wat je opdrachtgever moet uitgeven om geen verlies te draaien. Ja? En daarvoor moet hij in totaal, wat is dan hier totale investeringen? Hij moet 59.614 euro voor betalen. Oké. Dus dat is onze minimale risico. En het getal hier
de 158 is de break-even point.